Dat zit wel met de peuter. Dat we één verkozen zouden, zouden we niet fijn vinden. Hè? Ik emigreer direct. De economische wereld, hè, want u neemt nu transport, maar het is een interprofessionele staking in heel veel andere sectoren waar we het niet gaan voelen. Industrie, diensten enzovoort. Maar we hebben het nu over de luchthaven. Dus de vraag is, van, waarom kunnen ze op de luchthaven, verschillende compagnies, waarom kunnen die geen loonsverhoging geven? Als hier iemand in de studio bijvoorbeeld wel begrip kan hebben rond loonsverhoging, is wel meneer de Scheemaker. Hij vroeg toen hij met MBS werkte, vroeg hem hoogst voor loonsverhoging van 580.000 euro per jaar. Dus als er één iemand begrip en empathie kan hebben voor al die werknemers die zeggen, wij willen ook ons deel van de koek, is het meneer de Scheemaker die veel geld verdient. En dus versta ik niet waarom, alhoewel dat de winsten van de bedrijven verleden jaar verdubbeld zijn, 17 miljard euro winsten verleden jaar, waarom kan daar niet 2-3% van die koek naar verhoging voor de lonen? De luchthavensector, we horen dat dat is 10-13 miljoen dat het al op één dag verloren gaat. Dat zal misschien net weer impact hebben. Het negatief om, hè, voor wat u net wil bereiken. Ik denk dat we moeten terug een positieve spiraal bijbrengen. Hè. Dus bijvoorbeeld, ja, meneer Scheemaker verdient dus 14.000 euro per jaar, per maand, min of meer. We gaan niet iedereen zijn loon in beginnen bespreken. Min of meer. Een werknemer op de luchthaven. Hoeveel verdient een werknemer op de luchthaven als bagagist? Weet u dat, meneer Scheemaker? Ik weet dat, ja. Allee, dus 1400 euro, tussen 14 en 1500 euro. Oké, 10 keren minder dan nu, meneer de Scheemaker. En dat is de vraag. De vraag is wat die bagagisten vragen. Die 13 ton per dag dragen met drie omgans een vliegtuig afslaan. Die vragen van 50 euro per maand meer. En wat meneer de Scheemaker zegt is fout. De bal ligt helemaal niet bij het parlement, zelfs niet bij de regering. De bal ligt in de onderhandelingen tussen de patroons, waar u een van bent, en de werknemers. En de vraag dat zij u stellen is, kunnen die werknemers 50 euro meer per maand krijgen? Oké, boven een index. Ik vind dat logisch dat iedereen meevraagt. Weet u waarom? Omdat ik vind dat de lonen in België de oplossing zijn en niet het probleem. Want wat is het probleem met die loonnorm? Dat is het volgende debat. Concurrentiestrijd tussen de lonen in Frankrijk, in Duitsland, in Holland en in België. Concurrentiestrijd, wat wordt gezegd in België? Die lonen moeten naar beneden hier in België, indexpong. Wat zeggen ze in Holland? Die lonen moeten allemaal naar beneden, omdat die Belgen naar beneden zijn. Wat zeggen ze in Duitsland? Die lonen in België moeten naar beneden. En we hebben een spiraal naar beneden. Ik zeg dat een economische oplossing is, geef de mens terug koopkracht, zodat de consumptie in België terug naar boven gaat. Als jij die lonen meer gaan consumeren. Natuurlijk dat. Ik zeg natuurlijk dat. En beter consumeren. Maar zeker en vast, ik zeg zeker en vast, laat de lonen naar boven gaan. We moeten consumeren, maar goed. En ik vind dat belangrijk voor mij, dat die lonen naar boven gaan. Waarom? Omdat de mensen afzien. Je ziet dat nu. De prijzen van de elektriek, 20% stijging. Wie moet dat nog betalen in de Scheemaker? Dus geef 50 euro per maand. Dat is toch wel bekend? Er werd u een vraag gesteld, ga je u terugstellen. U bent nu baas in een sector, de luchthaven. Vindt u dat logisch dat die bagagehandelaars geen 50 euro loonsverhoging zouden krijgen? U kunt daar als werkgever toch een standpunt rond innemen. U zegt gewoon vandaag, is het logisch? Zal u het standpunt geven? Voilà, zeg het eens. Ik respecteer volledig de afspraken die er tussen vakbonden en werknemers worden genomen voor alle bedrijven die actief zijn op de luchthaven. Dus u zegt oké voor loonsverhoging? Ik zeg dat ik alle akkoorden die een werkgever en zijn werknemers... Maar u loopt gewoon wat te roepen om populair te zijn. U wilt ooit eens in Vlaanderen één verkozene halen en dat gaat een gigantische trom zijn. Dat zit wel met de punten. Dat we één verkozen zouden niet fijn vinden. Hè? Ik emigreer direct. U bent nu al zo vaak bezig om een verkozen te krijgen. Ik zou opletten met beloftes maken op tv. Dat is al een reden voor de PvdA te stemmen. De Scheemaker gaat gewoon migreren. Maar dat wordt wel vaak. U gaat, neem ik aan, woensdag deelnemen aan die staking en dan donderdag terug klimaatbetoog. Want ik heb begrepen van Wouter Beeke dat de PvdA mee achter al die klimaatacties zit. Daar bent u verantwoordelijk voor. Het is allemaal de schuld van de PvdA vooral. Zit u daar achter? Hebt u dat gekaapt? Ik vind dat gewoon schandalig dat Wouter Beek dat durft zeggen. En weet je wat het ergste daarin is? Dat is gewoon het feit dat Wouter Beek niet zich kan inbeelden dat die tienduizenden jongeren gewoon zelfstandig kritisch aan het nadenken zijn. Dat kan voor een voorzitter van de CD&W, dat kan er niet inkomen. En ik vind dat zo erg. Dus tuurlijk is er een politiek debat. Tuurlijk zeggen al die jongeren tegen die politici en tegen die CD&V'ers, dat doet niet genoeg rond klimaat. En dat vinden die CD&V'ers niet fijn. Wat zeggen ze dan? De boze wolf komt eraan, de PvdA. Dat is allemaal... Ik vind het gewoon een schande.